geweldig idee. Echt. We hebben namelijk ons favoriete idee ook Zandpont genoemd en hij heeft veel gemeen. En misschien vangt hij zelf een paar van de mankementen die in dit ontwerp zitten. Vangt hij die op? Wij kunnen namelijk wel meer dan één fietser accommoderen. En wij kunnen ook oma, die dan een beetje slechte been is en het niet zelf meer kan doen, die kunnen wij ook overzetten. En als de brandweer van de ene kant naar de andere kant moet, dan kan dat ook, want we maken hem een beetje groter. En dan komt hij er zo, wacht, zit ik aan de kant eraf? Ja. Dan komt hij er zo uit te zien. Even een herstelling uitvoeren. Prototype wil niet en ik heb mijn bril niet op, dan moet jij maar doen. Ja, wij halen dus bij Defensie een oude tank of amfibievoertuig op rupsbanden. Die komt namelijk door alle soorten zand, rul, nat, veel, weinig, breed, smal, met fietspad eronder en zonder, maar liefst zonder fietspad. Het is alleen maar voor dat stuk dat overstoven is, René. En die rusten wij uit met een klap langs hier en een klep langs daar, die op en neer kunnen. Waar dus niet alleen fietsers aan het begin van het overstoven deel op kunnen rijden, maar ook af kunnen rijden als ze aan de overkant zijn. En als die vol is, of als er geen, als op geregelde tijden, gaat die dan van de ene kant naar de andere kant en terug. En hij is dus behoorlijk grote verhoudingen, kloppen niet helemaal. Voor de veiligheid zal er ook wel een balustrade kunnen opstaan. En we zetten er ook iemand op om te bedienen. Boswachter, vrijwilliger. Of een vlugger. Nee. Boswachter of een vrijwilliger. Ja. Nou, dankjewel. Team 3. Ja, we zijn er zelf heel erg enthousiast over. Zoals we ja. wij willen eigenlijk liefst alle natuurlijke processen gewoon laten doorgaan. Dit kan. Het rijdt gewoon heen en weer en hoe hoog het duin, hoe laag het duin ook is, komt er overheen. En het zand kan gewoon doorstuiven. En verder denken wij dat het een extra beleving is, een beetje sensatie, een extra attractie in duin. Absoluut. Nog iets? Een nadeel kan zijn dat hij zo populair is dat het heel druk wordt, wat tevens natuurlijk ook een voordeel is. We kunnen er 2 inzetten, we laten hem rijden op... elektriciteit, want we hebben anders natuurlijk dieselvervuiling, dus dat gaat niet. Dus we hebben een oplaadstation, wind, zonne-energie en dit gaat gewoon een mega extra attractie worden in Zuid-Kennemerland. Ja. En mocht Staatsbosbeheer hem willen kopiëren, dan mag dat natuurlijk. Ja. En hebben wij hem niet meer nodig, dan bundelen we op. Rijd hem over het strand naar een andere locatie. Ja, dan kan hij naar Schorrel om daar de problemen uit te weggen. En wat het extra voordeel is, we hebben hier natuurlijk geen vergunningen en dergelijke voor nodig. Hij is direct inzetbaar. Ja. Dus mocht het zijn dat er een andere oplossing uitkomt die definitiever is, dan willen wij graag dit als in de overgangsperiode suggereren. Oké, we hebben even wat vragen. Oh. Jullie zijn zo enthousiast. Ja. Fantastisch dat je er zo over kunt vertellen. Ja. Toch even wat vragen. Allereerst aan de jury. Jury. Van Defensiemateriaal is bekend dat het vaker in reparatie is dan in gebruik. Van in het op. Dat gaat niet op voor deze. Deze is gewoon. Daar echt... wordt over nagedacht. Geen reparaties. Okay. Of een andere leverancier kunnen vinden. Ja. Nog één vraag achterin. Ja. Niet voor deze, nee. Ze nemen zelf de vergunning uit, nee. Ja, ik behalve de vergunning. Oké, ook een punt van aandacht. Materiaal, het zou wel fijn zijn als dat altijd werkt. Ja. Net zoals die mooie beeld die we net gezien hebben. En hoe zit het met omgevingsvergunningen? Ja. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Dank dan.